Lars heeft uitleg gehad over hoe ze een foto van zijn hoofd gaan maken. Voordat hij de donut ingaat, moet hij nog even een soort rietje in zijn arm. En dat noemen we een infuus. Dan ga ik er nog een mooi verbandje omheen doen. Dat hele stuk verband om. Ja, ik verstop hem, zodat hij goed blijft zitten. Goed gedaan, Lars. Je mag nog iets leuks uitkiezen. Portemonnee. Zit er een keer geld in? Nee, daar kan je zelf je centjes in doen. Ik moet wel aan papa vragen als je dat wat centjes in doet. Papa! Kijk, papa, ik kan ook een portemonnee. Moet alleen nog een centje. Moet er alleen centjes in, papa. In het ziekenhuis. Amaisa en Lars. Vorige keer zagen we hoe Amaisa en haar beertje Momo een toverdrank kregen om een slangetje beter door haar neus te krijgen naar haar maag. En nu zit hij er als het goed is in. Heel knap. Dat ging snel, hè? Ongelooflijk. Komt omdat je zo goed stil hebt gezeten en zo goed de appelsap hebt gedronken. Dit is mijn slangetje. En dit is mijn plakker. Zo, dat ziet er goed uit. Goed gedaan, ik aan je. En nu lekker een ijsje uitkiezen. Wat ga je pakken? Welke ga je kiezen? Voor mama ook één natuurlijk. Ja, dat vind ik een goed idee. Omdat we het allebei zo goed hebben gedaan, maar vooral jij, hè? Pippertje. Voordat hij de foto gaat maken, kan Lars nog even met zijn moeder videobellen. Ik heb een eigen portemonnee, maar er moeten alleen nog centjes in. Wauw! Meneer Snuffy heeft ook een verbandje, hè? Gaat ook de donut in, hè? Ja, meneer Snuffy gaat ook mee. Ik ben super trots op jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Jij mag naar binnen komen. Ja? Blijf mee, zo loopt het hier omhoog. Ja, krijg je straks. Helemaal goed. Kom liggen, met je hoofd hier. Met de tafel omhoog. Automatisch. Daar zit een spiegeltje. Daar kan je zo mijn hand zien. Ja, hè? Dus straks zit ik daar en dan kun je naar mij kijken, maar zelf gewoon lekker je ogen dicht doen, want je moet stil blijven liggen. Goed. High five. Goed zo. Rustig. Nou, dat gaat niet lukken hoor, die Harry. Ligt je goed? Goed zo. En het belangrijkste voor jou is dat je stil blijft liggen. Succes, Lars. Amaisa zit lekker in de speelkamer. Ik heb alleen nog wel één vraagje. Waar is dat slangetje nou eigenlijk voor? Dat ik dan minder vaak ziek hoor. Alle poepjes die vastzitten in je buik, die gaan door de medicijntjes door je slangetje weer eruit. Net als bij Momo, toch Amaisa? En vanaf morgen heb je een pom, toch? Ik ga alle vieze dingen uit mijn buik. Ja, mama, maar je zullen gaan. We gaan zo naar zwemles. Doei. Doei, Amaisa. En ook Lars mag weer bewegen, want hij is klaar. De binnenkant van zijn hoofd staat mooi op de foto. Klaar, man. Kom je weer. Hier, fijn, Jaro. Eindelijk. Maar is het zo erg? Hey, Lars, hoe vond je het? Spannend. Dat snap ik wel. Ik vond dat je het heel goed hebt gedaan. Maar wat maakt het nou eigenlijk zo spannend? Ik kreeg een donut in en toen kreeg ik wat in mijn hoofd en oordopjes in. En dat vond ik een beetje spannend. Ik voelde alleen steeds alsof dat er iets heen en weer ging door mijn lijf. Dan dacht ik aan ballonnen. Ik word heel rustig als ik aan ballonnen denk. En ik denk dat ik zo'n lievelingen ga kiezen in plaats van twee. Ik ga Snuffy's verband eraf halen. En na Snuffy is Lars zelf aan de beurt. Kom ik bij je zitten? Dan mag jij me helpen, goed? Auw! Ik knijp je in mijn vinger. Daar pak ik een ander vast. Hij is bijna los hoor, je doet het supergoed. Klaar. Auw. Klaar, het is klaar. En dan gaan we die erop doen. Yes, heel goed. En dan kan ik hem weer normaal bewegen. Doei, Lars.
Doei. Ja. Nog even een ballon uitkiezen. Wauw, die is super. Volgende keer zien we Sophie die suikerziekte heeft. Ik heb deze. En Evie heeft haar arm gebroken op vakantie. Als het pijn doet, moet ik zeggen. Mm-hmm.